onderweg naar Groningen. Lekker even een weekendje weg. Lekker. En we gaan nu eerst even langs een restaurant. Even wat lunchen en dan zo meteen de dijk over. Zin in? Ja, natuurlijk. We zijn nog steeds onderweg en we hebben echt letterlijk alles tegen. Overal is de weg afgesloten, overal zijn ze bezig en nu staan we ook nog voor een open brug. Dat wisten we, dat Zuidijk... Ja, oké, okay, maar waar we gingen lunchen, dat was ook allemaal afgesloten. Moesten we ook omrijden. Ja, we ook bezig aan de weg. Ja. Dus, dit is ons uitzicht nu. We hebben het raampje even opengezet. Kunnen we toch nog een beetje van het weer genieten. Het is een meertje. En, nu zegt het Tom dat we om 3 uur aankomen. En 3 uur kunnen we ook in het huisje. Dus dat is tot nu toe nog op tijd. Maar anders is het 10 minuten later. Ja. Het weer van vandaag. We zouden lekker in de hot tub gaan, maar waarschijnlijk wordt dat morgen. Net even lekker broodjes gehaald bij de bakker en we gaan even lekker ontbijten. Nou, proost. In de vorm van wasabi. Met wasabi erin. Het is echt heel verschrikkelijk. We zijn net dat we hier aankwamen. Via de auto-uitgang zijn we omhoog gelopen. En die was nu dicht. Dus we moesten via de normale ingang moesten we erin. En we weten niet meer waar we de auto hebben neergezet. Dus we zijn nu echt al 10 minuten aan het rondzoeken en op het knopje aan het drukken. Maar we kunnen onze auto niet meer vinden. Wat verschrikkelijk. Ik moet ook nog plassen ook. Hier staan er wel weer heel veel. Wat erg dit. Nou, we hadden ook best wel haast dat we hier aankwamen. Echt? Ik hoor wel wat. Waar? Ja. Van dit. Ja, we hadden best wel haast, dus we zijn best wel... Oh, hier zijn we eruit gegaan, ja. We zijn best wel met een rotgang zijn we naar het restaurant gegaan. En dus hebben we helemaal niet meer onthouden welk rij of welk nummer we stonden. Zijn we er daaruit gekomen? We hebben dus echt al die hele garage, en die is best wel groot, rondgelopen. Maar we hebben hem gevonden. Nu weer lekker terug naar het huisje. Ja. Oma weet toch niet dat we komen? Nee, nee, nee. Hi! Hey. Joehoe! Hallo! Hey, oma! Surprise! Surprise! Hoe is dat het? Leuk. Leuk, hè? Ik ben lekker gebakje meegenomen. Ciao! Ciao! Wie wil de stoel? Hallo. Ik Thanks. Ja. Jij hebt ook een nieuwe outfit, of niet?
Goedemiddag, het is inmiddels alweer dinsdag en wij hebben echt een super lekker weekend achter de rug. Uiteindelijk heeft het eigenlijk alleen zaterdagochtend even geregend en voor de rest hebben we het echt wel getroffen met het weer. Op de terugweg belde mijn moeder trouwens onverwachts dat ze naar mijn oma gingen in Makkum. En wij kwamen natuurlijk op de terugweg door Friesland. Dus we zijn zondag ook nog eventjes bij mijn oma geweest op de camping. En Toos en Larissa waren daar ook. En s'avonds hebben we lekker bij Nielse ouders gegeten. Lekker ook weer in de tuin gezeten. Ja, voor de rest hebben we er echt van genoten. Echt eventjes ertussenuit. En vanavond zijn we uitgenodigd bij Nielse oudste zus in Amsterdam. Daar gaan we even een hapje eten. En ik denk dat ik zo meteen, ik ga de was nog even opruimen. En daarna ga ik denk ik voor mezelf even een uitgebreide lunch maken. En nog even lekker buiten zitten. In de zon nog. Hey! Was dat een broer? Goedemorgen, het is alweer vrijdag. Ik ben een beetje aan de late kant met de vlog. Maar gisteravond was het nog zulk lekker weer. Ik ben nog even bij mijn oma gisteren geweest. En bij Tobias heb ik avond gegeten. Dus voordat ik uiteindelijk thuis was, had ik niet zo heel veel zin meer om de vlog te editen. Maar ik ga hem zo meteen online zetten. Dus ik ga bij deze ook de vlog weer afsluiten. Vond je het weer leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En tot volgende week weer.